Over 11 is hier bij ons aangeschoven aan tafel Jan van Kampenhout van het archief in Schiedam, hè? Dat is het. Gemeentearchief. Ja, archief is zo'n algemeen woord, maar het gemeentearchief. Het is eigenlijk gewoon even de straat hier, het stadsarchief oversteken en je was er. Dus lekker dichtbij. Nou, alhoewel, zijn jullie open op zaterdag? Nee, we zijn open van dinsdag tot en met donderdag. Ja, je hebt het een tijdje wel gedaan op zaterdag volgens mij. Nee, niet op vrijdag waren we al. Okay. Maar wegens bezuinigingen moesten we dat. Nee, we moesten ergens op bezuinigen. Ja. En wij kunnen alleen maar bezuinigen op personeel. Ja. Dus je kan niet zeggen, we ruimen het hele archief op. Dat is onmogelijk. Maar dat moeten we ook maar niet doen, denk ik. Want dat zou echt zonde zijn. Het is het geheugen van de stad. Ja, precies. En ook eigenlijk ons eigen collectieve geheugen dan, kan je zeggen. Ja. Het geeft identiteit aan wie je bent. Ja. Als je zegt, ik ben Schiedammer, dan moet je ook wel wat weten van de geschiedenis natuurlijk. Ja. Je zal weten waar de Schie is. Ja. En de Dam. Ook snappen waarom die ruïne daar nog steeds staat. De ruïne en waarom de Lidwine-basiliek Lidwina heeft. Ja, precies. Dus wat dat betreft, als we daarover gaan praten, dan denk ik dat we wel 3 weken kunnen vullen. Ja. Maar dat doen we maar even niet. We gaan het nu hebben over het archiefstuk van het jaar. Die verkiezing, of ja, hoe moet je dat noemen? Is dat een verkiezing, wedstrijd? Hoe hebben jullie dat zelf omschreven? Is onlangs geweest en Schiedam had een stuk ingezonden en dat is uiteindelijk beloond met een bronzen plak, om het maar eens mooi te zeggen. We hebben de 3e prijs gehaald. Ja. En daar waren we best blij mee. Kijk, het gaat natuurlijk om publiciteit te genereren voor je archief. En daarvoor is zo'n landelijke verkiezing wel heel goed. Maar het is ook weer een manier om te laten zien waar je het voor doet. Wat een archief is. En kijk, wij bestaan toch wel, want we hebben wettelijke taken die we moeten uitvoeren. Maar we zijn er van en voor Schiedammers, dus we willen ook ons bestaanrecht laten zien. En het moet een beetje aanspreekbaar zijn dan ook voor mensen. Denk, als je zegt, we hebben alleen maar een oud papier daar liggen met namen en geboorteaktes bijvoorbeeld. Dan zijn veel van mensen zeggen, ja, de archief, daar wordt mijn geboorteakte bewaard. Maar dat is natuurlijk veel en veel meer. Ja, het is een gegeven dat we dat bewaren natuurlijk. Ja. En dat moeten we ook blijven doen. Ja. Maar we zijn ook een moderne organisatie met een moderne instelling. Want heel veel is zeg maar ook via internet te zien. Je kan heel veel vinden over je familie en je bedrijf en waar je opa is geboren in het archief. En dat kan gewoon vanaf achter je eigen bureaus. Precies, heel veel foto's natuurlijk. Foto's, 35.000. Ja. Ik denk dat een heel populair deel is van de website, de foto's. Ja, dat zie je ook wel terug op Facebook. Dat is al best, ja. Bijvoorbeeld Je bent genomen als groep. Ja. Natuurlijk wel bekend. Ja. Die gebruiken niet alleen maar onze foto's en ze hebben ook veel zelf. Maar door wel onze foto's gebruikt, het is collectief geheugen. Ja. En dat is voor jullie denk ik ook wel belangrijk op die manier dat mensen dat ook weten te vinden. Ja, dat geeft ons bestaanrecht. Ja. Kijk, we hebben natuurlijk bestaanrecht omdat we onderdeel zijn van gemeente en we voeren wettelijke taken uit. Maar wij vinden het belangrijk om aan te tonen aan de bevolking dat we zoveel meer zijn. Ja. En dat het gewoon een schatkamer is. Gratis toegankelijk. En voor iedereen toegankelijk. Ja. Ja. Als we het dan over het archiefstuk hebben van het jaar, die verkiezing is inmiddels geweest. Maar hoe is dat begonnen? Want er zit een voorgeschiedenis aan. Er wordt ook zo'n wedstrijd of wordt uitgeschreven. En dan denken jullie in Schiedam, daar gaan we aan meedoen. Dat lijkt ons wel wat. Dit is de 2e keer dat het de landelijke verkiezing is. Ja. Het is georganiseerd door de Stichting Brain. Die komt op voor auteursrechten en dat soort dingen. De eerste keer hebben we niet meegedaan, want toen waren we nog geen lid van Brain. En dan moet je toegang betalen. Ja. Maar nu moesten we sowieso lid worden. En dachten we laten we meteen die verkiezing meepakken. En dan kijken wat we daar uit kunnen halen. Ja. Dus daar hebben we goed op ingezet. Ja, en jullie hebben dan zelf een aantal stukken uit het archief geselecteerd. Van dat zou een inzending kunnen zijn. En daarna mochten wij als Schiedammers zelf uitmaken van dat wordt hem dan. Ja. Jullie hebben er volgens mij 5 geselecteerd. Vijf, ja. Wat waren dat? Op welke criteria hebben jullie dat geselecteerd dan? Criteria? Dat interessant genoeg is en veel mensen aan zou spreken. Ja. We hadden een spotprint over Sluit Schiedam. We hebben een keer een burgemeester gehad, die was geheel onthouder. En die werd burgemeester in Schiedam, de hoofdstad van de jeneverindustrie. Ja, dus dat is wel een goede combinatie. Ja, dat hebben ze mooi getroffen. Ja. En we hadden een archiefstuk van de toenmalige gemeenteraad, zeg maar, de notulen. En daarin hebben ze het over dat ze John Adams, een Amerikaan, wilde erkennen als gezant. En als het gemeentebestuur had daarvoor gepleit,
samen met Dort en nog een stad, geloof ik. En als ze John Adams zouden erkennen als gezant, dan zouden ze ook de Noord-Amerikaanse staten erkennen. Die werden toen net onafhankelijk. Mm-hmm. En voor Schiedam was het natuurlijk belangrijk, want het was een nieuwe handelsmarkt. En Schiedam heeft er ook geen windeieren uitgehaald. Nee. Maar dat was, zeg maar, voor de geschiedenis een belangrijk stuk. We hadden de geschiedenis van Julius Brugman. Daar komen we straks waarschijnlijk nog op terug. We hadden een foto van een jongen met Down. Dat vond ik zelf. Dat was mijn eigen inzending, zeg maar. Mm-hmm. Of suggestie om dat mee te nemen. Pardon. Dat vond ik wel een intense beeld. We hebben het origineel niet. We hebben een digitale kopie. Maar het is uit 17 zoveel. En dan ben ik erg nieuwsgierig naar de geschiedenis van die foto. Ja. Want, ja, hoe keken ze toen tegen mensen met Down aan? Blijkbaar was hij gewoon lid van het gezin, want hij was had goede kleren. Hij ging op de foto, is ook niet gekomen. En we weten weinig van hem. Dus dan, als het nou een stuk van onze inzending was geworden, dan had hij misschien nog tijd gehad om daar meer. Dan hadden we wat meer informatie ook op kunnen leveren, uiteindelijk. Je weet maar nooit waar dat vandaan komt. Floris heet hij. Ja. En we weten uit de actes, die we natuurlijk bewaren, ook digitaal, dat hij op 14-jarige leeftijd is overleden. Dus hij is ook niet oud geworden. Nee. Even kijken, wat hadden we nou nog meer? Ik zit nou op 4, hè? Ja, 4. Ja, we hebben er nog één te gaan. Kan iemand even snel op de website kijken? Nou, dan komt het daarom wel wat boven. Kom ik nog op. Ja. Maar Julius Brugman is gekozen door de Schiedamse bevolking. Ja. Met meer dan de helft van de stemmen. En, er zit ook wel een bijzonder verhaal achter, natuurlijk. Ja. Ja. En wie was Julius Brugman? Julius Brugman was, toen hij veroordeeld was, was hij 53 jaar oud. En hij is veroordeeld en ter dood gebracht wegens de zijn schuld was dat hij sodomie had bedreven. Mm-hmm. Ja, het hele verhaal is natuurlijk al interessant. Want wie was hij? En hij is op een vervelende manier is hij, zeg maar, aan het licht gekomen, want hij werd gechanteerd. Hij had ooit een keer, ik geloof 10 jaar eerder, had hij liefdesbrieven gestuurd met een soort bekentenis erin. En toen heeft een of andere kennis van hem, die heeft die brieven te pak gekregen, gekopieerd. En heeft hij dat doorgespeeld aan de schout om zijn eigen hartje te redden en zo. Dus daar zou je een boek over kunnen schrijven. Een heel spel omheen, als het ware. Ja, je zou er zo een boek van kunnen schrijven. Ja. Of een politie-serie of zo. Maar dan is het echt, dan staat er inderdaad zo'n strookje onder waar gebeurt. Ja, precies. Ja. Gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Ja, precies. Ja. En we hebben, zeg maar, achteraf kregen we ook de mail, we hebben best veel reacties gehad. Van waarom staat niet heel zijn bekentenis erop? En ja, dat is natuurlijk moeilijk. Wij hebben ons nu even gefocust op zijn leven te omschrijven. In plaats van alle sappige details uit zijn bekentenis. Want dit is best wel, bijna zeggen, intiem. Ja, en Pitt ook wel. Ja. Van nou, ik ging met die man mee naar zijn boot en daar hebben we het gedaan. En dat wordt allemaal in detail bespreken. Maar wat ik lastig vind is van, we weten niet hoe hij, of die tot die bekentenis is gedwongen natuurlijk. Die bekentenis is niet in één dag gedaan. Het is wel een tijd overheen gegaan. Ja, dan heeft er waarschijnlijk ook heel veel meer omheen afgespeeld. Ja. En misschien dat je een groot deel van de informatie niet eens hebt. Nou ja, we hebben een bekentenis. Dan is het, woon je in Amsterdam? Ja. Ben je marskamer? Ja. Dus alles is heel de notulen, zeg maar. Oké. Ja. En dan heb je alles, ken je die en die? Ja. Mm-hmm. En waar ken je die van? Nou, ik heb hem tegengekomen op de markt, weet je wel. Dat is een heel verhaal. Ja. Maar ja, is hij daartoe gedwongen? Ja, het is nu, we waren het. En iedereen die het wil inzien, die kan van ons een scan krijgen. Ja. Het is een beetje te groot om op de website te plaatsen. Maar ja, dat is best wel op zich een dilemma. Maar het feit dat je daar dan ook het brons mee wint, het derde mee wordt, geeft ook al aan dat het ook in bredere kring dan buiten Danskidam ook gewaardeerd is geworden. Dat jullie dat beschikbaar hebben gesteld en ingezonden hebben. Ja. Ja, dat is het mooie van de verkiezing is natuurlijk van archiefstukken. Laat je beste stuk zien, of je interessantste stuk. En daarmee toon je aan van wat een schatkamer archieven zijn. En wij hadden een stuk, wat ik zelf gewoon, ik ben blij dat dit uit de voorverkiezing is gekomen. Het is een maatschappelijk relevant stuk. Mm-hmm. Ja. Toen was sodomie een misdaad waarvoor je de doodstraf kon krijgen, of verbanning, of weet ik veel wat. En nu wordt het bijna omarmd. Je kan niet meer zeggen van. Dus je ziet ook
wat er in de tijd gebeurt met zaken en dingen wat vroeger heel ernstig was, dat is nu wel bijna normaal of geaccepteerd. Nou ja, en andersom ook, je ziet heel veel dingen veranderen. Ja, je kan niet zeggen van ik vind de Gay Pride kanaal tocht vind ik maar onzin. Nee. Dan word je meteen op aanvallen. Dat is not dom om dat nu te zeggen. Nee, precies. Toen kon je niet zeggen van De tijd verandert heel veel zaken. En de kijk op de dingen veranderen dan op dat moment ook. Hoe kijken ze over 50 jaar terug op de Zwarte Pieten discussie? Geen idee. Nee. Ik ben heel benieuwd. Ik zou uw vrouw dat ook eens wist. Ja. We gaan eens even kijken of we nog een stukje muziek hebben. En dan praten we daarna nog even rustig verder. Gezellig.